eerlijk antwoord, hè? Toen je vrouw vriendin van de eerste zwanger was, hè? Wat hoopte je toen wat het zou worden? Een meisje. Dat is een fout antwoord, hè? Ja, dat weet je. Je had namelijk moeten zeggen, nee, maakt niet uit wat het wordt, als het maar geen rood haar heeft. Dit is echt zo, hè? Zijn er mensen met rood haar vanavond? Ja, nou, je moeder wou je niet. Dat is Nee, dat komt door de vrouwen, hè? Vrouw, waarom is dat? Waarom hebben jullie geen baby's met rood haar? Het is de meest gebruikte kleur bij de kapper. Ja, en terwijl, hé, ik was laatst op kraamvisite. En ik kijk naar de baby. Ik denk, verrek, dat kind krijgt rood haar. Dus ik zeg tegen die moeder, ik zeg, joh, dat kind van jullie krijgt rood haar. Waarop die moeder zegt, nee hoor, het is ook een geel kastanjebruin. Ik zeg, doe me even rustig. Ik zeg alleen maar even dat je de lichten moet dimmen, anders verbrandt die.